achterlijn van het hoofd. Dorpel met een eigen binnenbal. Dood. En het is voor mij echt een verrassing, want ik dacht echt dat het college in de burgerzaal zijn intrek had genomen en het huis maar zou staan. Wat ik het meest van Aad gaat missen, is het feit dat hij altijd in de hal staat met een glimlach als je binnenkomt. Ik heb Aad in het verleden nooit boos gezien. Hij staat altijd klaar voor de collega's en ik vind Aad echt een kleurrijk persoon. Ja, 48 jaar kennis, dan gaat gewoon, die neemt vandaag afscheid. En dan ga ik echt mis, want ja, er gaat daarmee ook een stukje kennis verloren. Gelukkig heeft Aad wel heel veel medewerkers ingewerkt, daar ben ik echt blij om. Ja, eigenlijk alles. Aad is iemand die een voorbeeld is voor ons allemaal. Op een hele vriendelijke manier vertelt hij eigenlijk waar het om gaat. Het gaat niet om jou, het gaat om het bruidspaar. En dat is het meest belangrijke. Je bent maar een figurant. Het gaat om het bruidspaar. En dat heeft Aad ons allemaal ingeprent. En dat maakt hem, ja, gewoon op zijn Rotterdamse gezegd, een mooi vent. Ik heb alles natuurlijk meegemaakt van een zeer behoudende cultuur tot eigenlijk een doorontwikkeling waar in feite alles in het kader van dienstverlening staat. En trots op dergelijke wijze terug te kunnen kijken en waar we nu staan in het bijzonder. Want de Rotterdammer die mag trots zijn op het ambtelijk korps.